Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Ik heb alles en iedereen, daar ligt de andere, iedereen al aangekleed. Ik ga nou even Liam zijn haren doen, want Liam gaat naar schooltje. Het is een drukke dag vandaag, want straks gaan Liam en Sam naar mijn ouders toe. Een weekendje daar zijn en morgen en overmorgen gaat Niels klussen. Dus ja, dat is wat we gaan doen. En Jordi blijft lekker bij ons. Gezellig. Fijn. Klinkt fijn. Klinkt gezellig. Dus ja, dat is wat we gaan doen. Ik moet Liam dus naar school brengen. Dan even naar de winkel gauw. Even broodje halen en zo. En dan kom ik thuis. Fruit geven aan die twee. En dan ga ik boven spullen pakken voor Liam. En dan is het alweer tijd om Liam op te halen. We zijn weer thuis. Heel eventjes zitten, fruitje maken voor de kinderen en dan ga ik beginnen met spullen inpakken. Niels is onderweg naar huis. Ik hoor dat Jordi alweer wakker is. Ik ben bezig met spullen pakken geweest. Ik hoef alleen nog maar even de sok in de tas te doen. En de slaapbeertjes, et cetera, van de kinderen. Dus dan is dat alweer klaar. Ik moet nog even speelgoed pakken. Volgens mij heb ik het dan een heel eind. Dus Niels is onderweg naar huis. Dus ik zal daar even vragen wat ik nog meer moet pakken. Volgens mij had mijn moeder had ook al het een en ander. Ik ga eventjes uploaden. Dat is wel wat ik nog even moet doen. En dan gaan we kijken hoe we wat met de kinderen wegbrengen, et cetera. Dus dat gaan we dan doen. En dan, ja, dat. We hebben de kindjes afgezet. We hebben bij mijn ouders gegeten. En nu gaan we naar de IKEA even iets halen. Ja. Een keukentje, volgens mij. Een keukentje en een speel. Iets waarom de speel moet allemaal in op de berg. Juist dat. En Jordi gaat met ons mee. En volgens mij was Liam blij dat we gingen, want hij zei daag, daag. Ja, dus die is lekker bij opa en oma. Wij gaan op naar Eindhoven. Een hele goede morgen. Ik heb gisteravond niet meer gefilmd, want we hebben namelijk dit gedaan. Is het helemaal klaar? Nee, nog niet. Ik ben nog aan het kijken. Ik ga met Jordi nu naar de stad toe. Ik heb namelijk BH's nodig en ik moet even iets bij de HEMA gaan halen voor het keukentje. Niels is nu even Jordi aan het klaarmaken. Ik heb zijn wagen al klaarstaan. Niels heeft die klaargezet. Ik zal even mijn eigen corrigeren voordat ik daar iets te horen krijg. Dus ik ga met Jordi op pad en we gaan lekker lopen naar de stad. Het is hier niet heel ver vandaan, dus het kan gewoon. Ik ben met Jordi natuurlijk naar de stad geweest. Ik had twee BH's nodig, of in ieder geval een BH. Maar ze hadden bij de Livera hadden ze een aanbieding. Ik heb een rode gekocht. En natuurlijk een zwarte. Ze zitten hartstikke fijn. Ik heb ze aangeprobeerd. Ze heeft een beetje gekeken naar wat ik al had.
zeg, dat voelt fijn. Ik zeg, dus ik wil eigenlijk zoiets weer. Dus ze heeft daarna gekeken en toen zei ze van, dan komt dit het beste overeen. Ik heb ze aangehad, zat supergoed. Dus ik zei, prima. Ik denk, dan ben ik ook weer klaar. Ze waren 55 euro samen. Kijken. 52 euro zelfs. 52,48. Dus dat heb ik goed gedaan. Ik ben ook bij de HEMA geweest. Voor het keukentje van mijn grote vriend. Onze Liam. Ik heb pannen gehaald. Ik heb een baksetje gehaald. Ik heb een snijplankje met fruit en dat soort dingen gehaald. Ik heb brood gehaald. Ik zag deze staan. Ik denk, nou, dat is ook wel weer wat. En ik heb deze gehaald. En toen ben ik nog even bij de Vibra geweest. En toen zag ik deze. Ik dacht, meenemen. Ook goed. Dus dat heb ik gehaald. Ik heb voor mezelf ook nog een shirt gehaald. Ik stond bij de Vibra. Ik zag dit shirt. Ik denk, oeh, die ziet er eigenlijk wel heel leuk uit. Want ik heb altijd natuurlijk maar neutraal en dat soort dingen allemaal. Maar ik vond deze eigenlijk ook wel leuk. Deze. Ja. Dus ik heb hem extra groot gepakt. Ik vind het altijd wel lekker dat wijde. Dus dat is wat ik heb gehaald. Toen kwam ik thuis. Ik ben trouwens ook nog even bij de Flying Tiger geweest. Want ik had nog een theemok en een beker voor mijn nichtje nodig. Thema ook voor mijn tante, beker voor mijn nichtje. Want hun zijn dit jaar, ik even spieken, bijna 150 jaar samen. Dus met z'n vieren. Dus ik heb ging een cadeau maken voor alle vier samen. En dan moest ik dus ook nog eventjes naar gaan kijken. Ik had al een paar dingetjes gezien, maar dat laat ik zo zien. Ik heb deze voor Liam gevonden. Ik denk, ja, koffie. Papa drinkt altijd koffie. Dus, hè. Maar ik zal nog even laten zien wat ik dan als cadeautje voor mijn oom, tante, neefje en nichtje heb. Dus een dobbelsteen voor een drankspelletje. Een theemop met theezak dingetje. En er zit een lepeltje bij. Deze. Love is love. IJsthee. Ik weet dat mijn nichtje en mijn tante graag IJsthee drinken. Ik weet dat mijn tante graag thee drinkt, dus ik heb ook dan thee. Ik heb wat te snacken, onderin ligt ook wat pretzels. Een koekje voor bij de thee. Nou, dus ik heb gewoon een pakket wat bier. Mijn oom is een bierdrinker en die drinkt graag gewoon wat zwaardere biertjes. Gewoon speciaal bier, om gewoon lekker eventjes te zitten en gewoon even van te genieten. Dus heb ik gedaan. Ik weet dat mijn neefje gek is van Hertog Jan, dus ik heb twee soorten Hertog Jan erbij. Ze moeten me samen met z'n vieren uitvechten voor wie wat is. En dan zeg ik voor mezelf, veel plezier ermee. Dat is wat ik ga doen. Oh, en ik ben ook nog even bij de Solo geweest. En daar kwam ik deze tegen. Papa's werkplaats. Alleen toegang met knuffels en kusjes. Dus die komt op de wc te hangen. Ja, dat is papa's werkplaats. Dus die krijgt hij dan ook. Ik heb nog wat spulletje voor keukentjes. Die moet ik daar ook nog even gaan pakken. Want ik heb boven heb ik een keukentje van weet ik het hoe oud. Ik denk 30 jaar of zo. Dus daar zitten ook nog kopjes, schoteltjes, et cetera bij. Dus die doe ik hierbij leggen. Ik ga even een keukentje inruimen. En dan ga ik jullie laten zien wat het van geworden is. Dit is het geworden. Hier heb ik ook wat spulletjes staan. Deurtje dicht. Nou, ik vond hem eigenlijk best goed gelukt. Ik ben benieuwd wat hij ervan gaat vinden. Ik weet niet of we zondagavond op tijd thuis zijn, maar dat gaan we zien. Of maandagavond, sorry. Want maandag is het officieel ook zondag, hè, nou met Pinksteren. Maar ik weet niet of we maandagavond op tijd thuis gaan zijn, maar we gaan het zien. Ik ben benieuwd.
Maar ik probeer het wel te filmen, zodat, hij het allemaal, zodat jullie ook zien hoe en wat. Nou, ik heb al heel veel gedaan. Ik heb de ramen gewassen. Ik heb, ben met de keuken bezig. Ik ben aan het opruimen. Ik heb ook bijvoorbeeld dit hoekje heb ik helemaal opgeruimd. Dus ja, hè. Ik heb al veel gedaan. Niels heeft ook veel gedaan. Dat laat ik morgen of zo wel zien. Dus ja, het is nog steeds één grote bende, maar ik ben per ding aan het opruimen. Dus ik ben goed bezig. Als het inderdaad blijkt te zijn, dan zijn veel mensen ter plekke gezet. Onbestaanbaar en onwerkelijk is het voor de bewoners van de wijk Maastrichtse Baan in Geleen. Als vanochtend vroeg de wijk zich snel vult met agenten en de forensische recherche op de plek waar het lichaam is gevonden. We hadden een lintel afgezet toen dacht ik van zal toch niet waar zijn dat hier al kind eigenlijk gewonnen is. Ja, en ik sta hier ook om 2,5 uur verbaasd aan het kijken, eigenlijk. Ik weet niet hoe het doen gaat, maar hij ja, teleurgesteld, leeg. Op. Want jullie een paar dagen heb je gevolgd het nieuws. En dan denk je, zal dat niet iets zijn wat de wereld zelfs de kop. Goedemorgen. Morgen. Mama is lekker croissantjes aan het maken. Nu wordt de oven op de achtergrond. Hier is Jordi. Wat ben je aan het doen? Liggen. Dat je aan het spelen, hè? Nou, we gaan even ontbijten en dan ga ik boven nog even wat klussen. Mama gaat hier beneden een beetje rommelen. En boven ondertussen dingen doen, want als Jordi op bed ligt, kan ik boven dingen doen. Mm-hmm. En dan vanavond wil ik heel graag mijn nagels doen. En ik moet ook nog naar de winkel. Dus we hebben weer genoeg te doen. Jordi is al even wakker. Hij staat daar. Ik zit heel even op de bank. Even dat. Ik ga daar wel weer verder hoor. Rian blijkt een beetje koortsig te zijn bij mijn ouders. Is niet helemaal lekker. Maar zeg ik er even bij. Mijn moeder heeft mij en mijn broer ook grootgebracht. Dus ze weet echt wel wat ze moet doen met zieke kinderen. En mijn moeder zei, nee, je hoeft hem niet op te komen halen. Als het nodig is, dan laat ik dat weten. En hij doet het verder gewoon prima en goed. Dus ze zegt, ik kan gewoon een zetpil erin doen. Ik kan hem gewoon prima handelen. Dus hij blijft gewoon nog even hier. Prima, heb ik vrede mee. Als ik het niet had gehad, had ik hem al lang opgehaald. Maar mijn moeder kan dat wel. Dus ik ben blij dat ze daar goed zitten. Sam die gaat ook alles goed mee. Dus ja. Dat. Niels is weer boven aan het klussen. En ik ga zo dadelijk hier beneden even verder. Zo, we hebben lekker gedoucht en dan gaan we direct naar een bijtje toe. Ja. Wel trusten Sam.
Welterusten. Doe me heerlijk slapen. Welterusten, jongeman. Welterusten. Doe me lekker slapen. Welterusten, Liam. Tot morgen vroeg. Lekker slapen. Ja, welterusten. Welterusten. Tot morgen vroeg. Welterusten. De kindjes liggen lekker in bed bij mijn ouders. Jordi is net gedoucht. Hij krijgt boven even een fles van Niels. En dan gaat hij ook lekker slapen. Tenminste, naar bed toe. Of hij nu gaat slapen, weet ik niet. Ik heb hier beneden alles gestofzuigd, gedweld. Het is hier volledig schoon. La 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 la. Boven heb ik nog wat opgeruimd. Ik ga zo dadelijk zelf even douchen. En dan ga ik lekker aan mijn nagels beginnen. En morgen ga ik nog eventjes boven poetsen. En dan ben ik weer klaar. Ik zou laten zien wat Niels heeft gedaan. Maar eigenlijk heeft hij gewoon alleen de vloer afgemaakt en een beetje elektra. Je kan niks zien wat dat betreft. Dus ik kan het nu niet echt laten zien eigenlijk. Ik dacht dat je het echt zou kunnen zien. Maar hij heeft meer in de muren gewerkt als voor de muren. Dus ja, dat. Ik ga heel eventjes lekker douchen zelf. En dan ga ik lekker aan mijn avond beginnen. En toen was het de volgende ochtend. Tada! Nee, ik heb gisteravond mijn nagels gedaan. Dit zijn ze geworden. Ik had geen tijd meer. En ik heb er al helemaal niet aan gedacht om de vlog nog af te sluiten. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.